Nou, ik vind namelijk dat elke maatregel wat je treft als regering naar de rechterlijke macht toe, dat je dat in goede consultatie moet doen met de rechterlijke macht. Is dat gebeurd? Dat weet ik niet. Ik heb niet uit de berichten kunnen volgen dat er een goed overleg geweest is met het Hof van Justitie. En ik heb als minister van Justitie en Politie toen goed overleg gehad. En op basis van het overleg heb ik heel wat voorzieningen voor de rechterlijke macht getroffen. Juist om die onafhankelijkheid van die rechterlijke macht te vergroten. Juist om ervoor te zorgen dat rechters onbezorgd, onbevreesd en onafhankelijk kunnen functioneren bij de uitoefening van de taak als rechter. En dat ze daarmee een goede rechtspraak kunnen garanderen. Maar juist als je die ondersteunende logistieke zaken die de onafhankelijkheid verder moeten versterken weghaalt, dan kan dat inderdaad negatieve effecten gaan hebben. Ik hoop dat de minister zo snel mogelijk in overleg treedt met het Hof van Justitie en dat het Hof van Justitie duidelijk haar zorgpunten kenbaar maakt met betrekking tot deze nieuwe beleidsrichting. Nu zegt de nieuwe minister van Justitie ook dat hij de woordvoering rondom het decemberstrafproces anders wilt inrichten. Tot voor kort was Marjorie Sanchez woordvoerder namens het strafproces. Dat wordt nu anders. Hoe ziet u dat? Kijk, ook zo'n maatregel mag je als regering treffen, mag je als minister treffen, maar dat doe je in nauwe samenspraak met de rechterlijke macht. Omdat de rechterlijke macht ook een orgaan is dat begrepen moet worden door het volk. En het zijn zeer ingewikkelde technische processen. En juist als minister heb ik dat in nauw overleg met de rechterlijke macht toen besloten, dat we een persoon, een spokesperson zouden gaan aanwijzen om al die juridische en technische aspecten te gaan uitleggen naar het volk als onderdeel van jouw transparant beleid, maar ook een stukje verantwoording. Nu wil de nieuwe justitieminister dat eigenlijk doen door een persrechter, hè? Hoe ziet u dat? Ik heb in ieder geval ook het beleid met betrekking tot persrechter geïnitieerd, maar het Hof was nog niet zover om nog iemand aan te wijzen. Het zou goed zijn, maar nogmaals, laat men dit in goed overleg doen. Want als je zaken niet in goed overleg doet, dan kan je inderdaad een verkeerde interpretatie aan gaan geven. En dat is niet goed voor de rechtsgang en de totale rechtspleeg in Suriname. Heel veel aanwezig hier van voornamelijk Surinaamse Hindoestaanse afkomst maakten zich zorgen over het decemberproces. Ze stellen eigenlijk de vraag van ja, nu is een van de verdachten president. Hoe gaat dat nu verder? Heeft u er vertrouwen in dat u de rechterlijke macht in zo'n danige situatie hebt achtergelaten? De instituten heeft verstevigd dat deze rechtsgang ongehinderd plaats kan vinden? Ik heb de overtuiging en ook het geloof dat het ongehinderd, onbelemmerd voort kan plaatsvinden om twee redenen. Eén, de uitlating van de president zelf, dat in ieder geval de decemberzaak gewoon doorgaat, dat er totaal geen aantasting van die zaak komt vanwege de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En ten tweede dat de rechterlijke macht al heel ver is met deze zaak, dat ze zich nu bevindt in de laatste fase van de behandeling. En ik heb het geloof dat ook deze zaak tot een goed einde gebracht kan worden.